helemaal en superleuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. Ik ben Ronald en ik vlog samen met Calvin, die er niet is omdat ik op de tuin ben, ons leven. Nou, ik ben dus op de tuin en vandaag is het weer heerlijk weer. Ik ben ook echt even aan het genieten. Je kunt gewoon lekker een t-shirtje lopen zonder dat je loopt te zweten. Dat is echt het perfecte tuinweer altijd. Ik ben ook even hard aan de slag geweest. Ik heb de courgettes al even gesneden, want die komen er al aan. Ze zijn zelfs al een beetje dik geworden door de warmte van de afgelopen dagen. Kijk, dat zijn al behoorlijke jongens. Kijk, zoals deze. Die kun je eigenlijk voor zo opeten, is dat niet meer lekker. Maar het is net zo'n knuppel. Maar kun je wel heerlijke soep van maken. Ik weet niet of ik het recept al op mijn kanaal heb staan. Anders ga ik hem zeker eens een keer voor jullie maken, want die is overheerlijk. En ik zag dat er ook al komkommers klaar waren in de kast. Dus die gaan we ook eventjes snijden. Kijk, daar zitten de eerste komkommers al aan. Nou, deze zijn gewoon klaar. Want als je hier verder kijkt, hierboven, dan zitten er nieuwe al weer aan. En straks kun je er natuurlijk niet meer tegen eten. Dus deze gaan we er even afsnijden. Dit zijn de meest lekkere komkommers. Die vind je echt nergens. Hij is een beetje krom. Maar goed, ik hou wel van zo'n kromme. Want als je hem snijdt, dan zie je er toch niks meer van. En ze zijn altijd super, super lekker. En ik had laatst, heb ik voor de sham, heb ik gember opgehaald. En dan zag ik dat de gember, kijk, die begint helemaal uit te lopen. En dan leek het me wel een leuk idee om ze dan eens in de tuin te zetten. Ik heb op internet gekeken en dan kun je zelf je eigen gember kweken. Nou, ik ga het eerst even in potten proberen. Want dan heb je een beetje meer controle over het water en waar ze staan. Dan kun je er een beetje mee experimenteren. En dan later kan ik ze misschien hier in de kast zetten of gewoon buiten in de tuin. Want ik weet eigenlijk niet goed of ze ook tegen de vorst kunnen. Dus als er van jullie al mensen zijn die dit al eens een keer geprobeerd hebben, deel vooral even hieronder hoe je dat gedaan hebt en hoe het uiteindelijk geworden is. Ik ga het nou in ieder geval eventjes proberen gewoon in een pot en dan hoop ik dat het gaat lukken. En ik ben ondertussen weer thuis. Het is nu 2:30. En ik ga even een beetje opruimen. En dan, even kijken wat ik ga doen. Het is in ieder geval heerlijk weer om gewoon eventjes ook een beetje te doen. Ik heb de bloemen weggegooid die ik vorige week heb geschikt. Dus misschien als ik eventjes hernemen in de tuin vind, ga ik ook even nieuwe borstbloemen maken. Maar eerst eens eventjes beginnen met opruimen. Kijk, dit gaat straks vanzelf weer recht omhoog staan. Omdat ik natuurlijk al een poosje bezig was met knippen, is dat wat slap gaan hangen. Dus dan is dit het idee, zeg maar. Maar dat gaat vanzelf weer meer omhoog staan. En het rode blad vind ik wel heel leuk bij inlijken. Dit gaat natuurlijk ook weer omhoog staan. Die pluimen die komen nog wel helemaal uit. Ik vind het hier wel leuk lijken op tafel. En de rommel die gaat natuurlijk gewoon weer eventjes in een emmertje. En die gooi ik dan weer op de composthoop. En dan hoeft nooit de groene container bij de weg. Dus dat scheelt gewoon enorm veel geld. Vorige composthoop is kapot gegaan. We hebben nou een nieuwe voor. Ik ga hem eventjes even laten zien. Kijk, nu hebben we deze composthoop heb ik nu staan. En dan gooi je eigenlijk gewoon hierboven. Kun je alles er gewoon ingooien. Nou, ik wil wel zien. Ik maak er al veelvuldig gebruik van. En hieronder komt dan gewoon weer nieuwe aarde komt er dan weer uit. En die andere die was gewoon een beetje uitgescheurd op een gegeven moment. Ja, dan wil dat niet meer natuurlijk. En voordat hij dan knapt en dat alles dan achter op een grote hoop ligt, kun je er beter even voor zijn. Nu was een beetje de tijd dat ik ga beginnen met het eten voor te bereiden. Ik ben al eigenlijk stampot andijvie gemaakt met nieuwe aardappeltjes. Andijvie komt niet uit de tuin, maar de aardappels die komen wel uit de eigen tuin. Maar andijvie vind ik altijd, ja, ik proef het verschil niet. Dus dan heb ik ook zoiets van, dan hoef ik het ook niet uit de tuin te hebben. Het is natuurlijk wel beter om het uit de tuin te hebben. Maar ik proef gewoon het verschil niet. En helemaal niet in een stampot. Dus ik heb de aardappels uit eigen tuin. En de andijvie niet. Shame, shame, shame. Maar hey, je kunt niet alles hebben. En dan is het even weer tijd voor een experimentje in de keuken. Ik heb varkenslapjes.
heb ik in de pan gedaan met een beetje boter. Ik zal eventjes de camera omdraaien. Dit zijn varkenslapjes. Heb ik in de pan gedaan met een beetje boter. Ik heb ze gekruid met tijm, zout en peper. Ik heb er een grove ui doorgesnipperd en mosterd heb ik er ook nog meer gedaan. Ik had namelijk begrepen dat het vorige week dat dit een sudderplaatje heet. Dus ik denk van, ik kan het vlees hier natuurlijk ook lekker op laten sudderen. En dan krijg je het misschien wel van dat hele malse draadjesvlees. Nou ja, het is natuurlijk wel varkensvlees. Ik weet eigenlijk niet waar je dat van maakt, draadjesvlees. Dus als jullie weten wat voor stuk vlees dat is, laat het hieronder dan vooral eventjes achter in de reacties. Dan kan ik dat de volgende keer proberen, want dat was zo lekker altijd, hè. Dat gewoon van je vork afglijdt. Oh, als ik dan terugneem, de water loopt al in de mond. Ik ga in ieder geval eventjes proberen om het, nou, een beetje zoiets te krijgen met dit vlees. En dan zullen we zien hoe het wordt. Ik denk, het ruikt in ieder geval heel erg lekker. En dit laat ik gewoon een paar uur opstaan, denk ik dan maar, op een zacht vuurtje. En dan deze eronder. Dat ziet er gigantisch lekker uit. Ik zal het even laten zien. Het vlees is ook heel goed gelukt. Ik heb er eventjes een beetje jus in gedaan. En dan blijft het, denk ik, minder droog wordt. Denk ik. Ik heb het nooit geprobeerd, maar ik ga het zo even proberen. En de jus is natuurlijk ook altijd wel lekker. En ik heb hier de stampot van nieuwe aardappelen met andijvie. Nou, als dat niet smullen wordt, dan weet ik het ook niet meer. Ik ga eventjes de boel klaarzetten en dan ga ik even lekker eten. Ik zit hier nog even achter de computer, want kijk, ik heb een nieuwe video, heb ik in de render staan. En zo ziet dat eruit als ik met een video voor jullie bezig ben. Al die kleine stukjes, hier zo, dat we allemaal geknipt en geplakt en stukjes tussenuit gehaald. Extra geluid en alles wat erin gezet. Worden dan, dat er dan staat dat je kunt abonneren en op mijn social media. En hier nog de endcard. En dan moet hij dus alles aan elkaar plakken tot één geheel. En dat duurt gewoon wel even een poosje. Nou, dat heb ik dus eigenlijk de hele tijd gedaan. En dat doe ik nou vaker voor jullie, want omdat ik er vaker aan het vloggen ga. Zal ik dit ook vaker gaan doen. Dit vind ik ook een van de leuke dingen van vloggen trouwens. Om het allemaal te bewerken en dan de thumbnail erbij te maken. Daar heb ik gewoon zoveel plezier in. Ik vind het heel leuk om te doen. Dit geeft mij even, ik kan nu helemaal niks met de computer doen. Anders dan kan ik allemaal hakken en stukken beeld gaan dan mis. Dus ik ga eventjes lekker zitten. En ik denk dat ik nog maar even Netflix ga kijken. Ik kijk nou Tales of the City. Een superleuke serie. Echt een aanrader. Dus mocht je nog niks te kijken hebben. Dan hebben alle dingen die zijn eigenlijk een beetje gestopt nu. Voor de zomerstop. Dus alleen de 100 gaat nog door. En voor de rest is alles een beetje op zomerstop, zeg maar. Dus dat is dan wel jammer. Dus dan zoek je eigenlijk weer nieuwe dingen om te kijken. Dan kom je weer bij deze dingen. Ja, ik ga eventjes Netflix kijken. En dan sluit ik de vlog ook maar af voor vandaag. Want ik weet 100% zeker dat ik dus niks meer ga doen. Vond je dit nou een leuke video? Geef deze video dan even een duimpje omhoog. Klik hierboven om te abonneren. En kijk ook hiernaast eventjes voor nog meer leuke video's. En dan zie ik jullie weer terug bij een volgende video. Doeg!